De dood van de Nijmeegse dakloze Thomas Roemloes is nog steeds één groot raadsel. Op 23 maart komt hij om het leven tijdens een korte maar heftige brand in een Nijmeegs kraakpand. Na het blussen vinden brandweerlieden zijn stoffelijke resten. Is het een noodlottig ongeval of is er meer aan de hand? Een groot rechercheteam onderzoekt de zaak en houdt nog steeds alle scenario's open. Zaterdag 23 maart, 8 minuten voor 9:30 's ochtends. Er hangen dikke, zwarte rookwolken boven Nijmegen. In een voormalig kraakpand, midden in de wijk Wolfskuil, is brand uitgebroken. Laaide op vanuit de grond en je hoorde af en toe het glas van de overkapping knallen, zal ik maar zeggen, dat eruit sprong. Eén zwart. Dat is echt schiet. Ongelooflijk. Als de brandweer wil gaan blussen, komt er een vrouw het pand uitgerend. Ze is zwaar gewond. Zij kwam gillend het pand uitlopen, zo van... Ja, eigenlijk overstuur en in shock. En vervolgens hebben we haar gelijk overgedragen aan het ambulancepersoneel die haar hebben overgebracht naar het ziekenhuis. En de eerste vraag die een van mijn collega's stelde was van zijn er nog meer mensen in de hal? En toen heeft zij geantwoord dat het niet het geval was. Het gebouw aan de Molenweg was vroeger een tuincentrum. Het staat al jaren leeg. Daklozen gebruiken het als slaapplaats. Na de korte, felle brand is er weinig van over. Tijdens het nablussen doet een brandweerman een gruwelijke ontdekking. Tussen het puin ligt een verkoold lichaam. Het is van een man. Meestal is het zo, als een pand is afgebrand, dan gaat de brandweer inspecteren van moeten er mogelijk muren omgetrokken worden. Het kader van de veiligheid. En bij die eerste inspectie trof men het stoffelijk overschot aan. De belangrijkste vraag voor de politie is nu, wie is deze man? Zijn stoffelijke resten worden meegenomen voor onderzoek. Deze onbekende persoon moet op een vreselijke wijze aan zijn eind zijn gekomen. Sectie wijst uit dat hij nog in leven was toen de brand uitbrak. In het dakloze circuit gonst het inmiddels van de geruchten. De Nijmeegse zwerver Thomas Roemloes zou het slachtoffer zijn. De volgende dag wordt zijn familie gebeld door de recherche. Drie broers van Thomas staan wangslijm af voor een DNA-onderzoek. Angstig en verslagen moest je dan wachten en wachten en wachten. Slapeloze nachten en heel Nederland werd overspoeld door de regen van onze tranen. Dinsdag 9 april, 18 dagen later, krijg je dan te horen dat je er niet meer omheen kan. Het DNA-onderzoek gaf onherroepelijk aan dat er een match was. Dit is Thomas Roemloes, een jaar geleden. In mei 2012 komt hij op TV Gelderland omdat hij zich als dakloze inzet voor Roemeense straatkinderen. Als iemand zeg maar, een luisterende oor nodig heeft of lekker een beetje babbelen, dan is dit wel een hele goede plek, ja, om even tot rust te komen. Ook in 2006 haalt hij het nieuws. Als je nou een bakje zoek neemt, dan kunnen die mensen u verder inlichten over wat ze nu precies van plan zijn. Thomas is niet op zijn mondje gevallen. Ik ben plus minus 4 jaar in het circuit. En ik weet gewoon, ik kan over dakloos beginnen, maar dan loop je straal voorbij. Hij komt op voor anderen en is daardoor al jaren een bekend gezicht op straat. Zwerver Gerard is een tijd lang met hem opgetrokken.
Het ging een beetje zo. Ik zat een jointje te roken en hij kwam erbij zitten en kwam ook een jointje met me roken. En, het is een goede jongen, vond ik. Alleen de laatste tijd dat ik hem tegenkwam, kwam hij niet zoveel meer tegen. Maar hij zag er steeds slechter uit en ik vond hem eigenlijk niet zo meer bij de tijd, zeg maar. Thomas groeit op in Nistelrode, in een groot Moluks gezin met 11 kinderen. Hij is de jongste en heeft het niet makkelijk. Het grootste deel van zijn jeugd brengt hij door in het ziekenhuis vanwege een ernstige huidziekte. De Nijmeegse pater Jan Eijkman was vroeger door de kerk aangesteld als steunpunt voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Het toeval wil dat hij Thomas heeft gedoopt in Nistelrode. Vele jaren later komt de pater hem weer tegen. Maar dan als dakloze in Nijmegen. Iedere keer als je een dakloze tegenkomt die je gekend hebt van vroeger, ben je altijd verbaasd. En dan stel je de vraag, hoe is dat mogelijk? En waarom is dat mij niet overkomen, maar hij of haar wel? Nadat ze elkaar opnieuw zijn tegengekomen, ontstaat tussen de twee een vertrouwensband. En dat is bijzonder, omdat Thomas in het harde dakloze wereldje weinig echte vrienden heeft. Op zich was het een heel prettig, gezellig en open mens. Maar als er wat zat of wat te broeien of er zat een kortsluitingje, dan komt hij ineens, dan kende hij hem niet meer terug. Eijkman wordt ook met enige regelmaat gebeld door familie van Thomas, die wil weten hoe het met hem gaat. Ze wisten dat er iemand was die waakte over, die Thomas in de gaten hield. Ja. De brand lijkt een tragisch ongeluk, maar de oorzaak ervan is nog altijd onbekend. De politie zet een opmerkelijke stap als bekend wordt dat Thomas het slachtoffer is. Het onderzoeksteam wordt uitgebreid van 10 naar 25 rechercheurs omdat er nieuwe informatie is binnengekomen. Maar waar dat over gaat, wordt er niet bij verteld. Thomas brengt zijn dagen door op straat. Hij slaapt altijd in de Nun, de nachtopvang in Nijmegen. Maar na een ruzie wordt hij gedwongen een andere slaapplek te zoeken. Dakloze Jip vraagt hem mee te gaan naar het bewuste pand aan de Molenweg. De nacht voor de brand slaapt hij er ook. Jip is de laatste die Thomas in leven heeft gezien. Ja, ik ken hem al van sinds ik hier in Nijmegen ben. Dus, Thomas herken je gelijk. Hij is 44 jaar geworden uiteindelijk. Hè? Maar hij springt zo nog achter bij je op terug. Ja, en dan gaat hij een stoeiertje. Niet groot, zo klein. Een manneke, weet je al, rugtasje en net een klein jongetje. Ja. Hij was ook op zichzelf. Dus vandaar dat hij inderdaad ja, vaker buiten was en op stap. En ja, bezig met zijn eigen ding te doen. Ja, ja. In het pand ontmoet Thomas een vrouw die er ook slaapt. Ze heet Lucy, is 37 en komt uit Polen. Thomas is blij met zijn nieuwe plek. De eerste dag begon het zo met helemaal enthousiast creatief bezig. We wilden een hangmat maken daar hoog. Het is een loods, dus je kunt er van alles mee, zeg maar, als je een beetje creatief bent. Hij heeft gelijk het hele pand opgeknapt, dag 2. Dag 3 ging hij toch zich ergens anders installeren, namelijk bij de oude haardkachel, wat uiteindelijk dus waarschijnlijk een fataal is geworden. In de loods staan 2 oude caravans. Jip slaapt in de ene, Lucy in de andere. Op 22 maart... De avond voor de dodelijke brand is Thomas tot laat in de nacht aan het opruimen. Nee, is goed, ik kan het wel. Dat is wel typisch Thomas hoor. Hij drijft zijn eigen wil door, zeg maar, weet je wel. Nee, dus ik zeg, nou is goed Thomas, doe je ding, maak er wat van en veel succes, weet je wel. Als Thomas klaar is, pakt hij zijn dekens. Hij valt in slaap, vlakbij de kachel die nog brandt. Er zijn dan dus 3 mensen in het pand aanwezig. Vanaf dat moment zijn er meerdere scenario's mogelijk.
Op basis van de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met betrokkenen, kunnen we verschillende situaties schetsen waardoor de brand is ontstaan. Het meest voor de hand liggende scenario is dat van het ongeluk. Thomas ligt rond 9 uur 's ochtends nog te slapen. Ook Lucy ligt nog in bed. Alleen Jip is wakker. Hey Thomas! Thomas! Jip krijgt geen reactie en verlaat het gebouw. Ongeveer 20 minuten later ontstaat er brand. De vlammen breiden zich razendsnel uit. Thomas kan niet meer ontsnappen aan de vuurzee. Maar is een ongeluk wel zo logisch? Hoe kan het dat Thomas nog lag te slapen, terwijl hij bekend staat als iemand die altijd vroeg wakker is? En waarom heeft Lucy de brandweer niet gewaarschuwd dat er nog iemand in het pand lag? En hoe zit dat eigenlijk met Jip, die om 9 uur 's ochtends, 22 minuten voor de brand, het pand verlaat? Volgens Jip is hem niets opgevallen toen hij wegging. De politie heeft hem meerdere keren gehoord. Maar er zijn geen aanwijzingen dat hij iets met de brand te maken heeft. Ook Lucy, die zwaar gewond werd afgevoerd naar het Radboud ziekenhuis, is door de recherche gehoord. Ze kan zich weinig herinneren van het drama. Wij hebben uiteindelijk wel met haar gesproken en zij was echt in de volle overtuiging dat er op dat moment niemand binnen was. Dus wij hebben haar echt op haar woord geloofd. En omdat die vuurzee was zo heftig, dat je op dat moment ook niet in je hoofd haalt om daar naar binnen te gaan. En het kon gewoon ook niet. Het is duidelijk dat het vuur zich razendsnel heeft verspreid en dat er een enorme rookontwikkeling was. Dat betekent dat er zeer brandbare materialen in het pand lagen of dat er licht ontvlambare stoffen in de buurt waren. Maar lagen die stoffen en materialen er al of zijn ze gebruikt om het vuur mee aan te steken? Als dat zo is, zouden er mensen van buitenaf brand hebben gesticht. De grote vraag is wie? Zijn het boze buurtbewoners die niet blij zijn met daklozen in hun achtertuin? Heeft de eigenaar van het pand er iets mee te maken? Of is het toch iemand uit de daklozenwereld die het gemunt had op Thomas? Eén ding is zeker. Thomas had geen schijn van kans. Ik wil echt dat het opgelost wordt of dat in ieder geval helder gemaakt dat het een ongeluk is geweest. Ja, zeker. Ja, ik denk het toch wel. Ik geloof het niet. Thomas Kennedy, daar heeft hij geen. Die gaat niet in mijn kaarsje slapen. Als hij gaat slapen, is het donker. Nou, wij houden echt rekening met alle scenario's. En neemt u van mij aan, zoals wij de helderheid over hebben, dan komen we daar zeker over mee naar buiten. Op zaterdag 13 april is er een herdenkingsdienst voor Thomas in Nistelrode. Jan Eijkman leidt de dienst. Ja, ik vond het een hele bijzondere dienst. Het was helemaal door hen ingevuld. Als je bij Molukkers bent, die nemen de tijd om afscheid te nemen van iemand. Daarna alle rust naar het kerkhof. Daar deze Thomas zelf begraven. Dus niet overlaten aan anderen, maar zelf de kuil dichtgegooid. Ik denk dat wij Nederlanders daar een hele hoop van kunnen leren. Om de tijd te nemen om afscheid te nemen. Misschien weet u meer wat er zich heeft afgespeeld kort voor de tragische dood van Thomas Roemloes. Neemt u dan contact op met de politie via de bekende telefoonnummers. U kunt de redactie van dit programma natuurlijk ook bereiken. Dat kan op het mailadres dossier@gld.nl.